Hallo allemaal, wij zijn op dit moment druk aan het verbouwen en ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon alles filmen en dan kijk ik wel wat ik doe met de footage. Dus bij deze, de eerste huisvlog. Ik heb geen idee hoe deze vlog eruit gaat zien, het gaat mogelijk heel chaotisch zijn. Ik heb ook geen idee hoe lang hij wordt ofzo, maar we zullen wel zien wat ik ervan ga bakken. Deze intro film ik ook achteraf, want ik had nog niet bedacht dat ik een intro nodig zou hebben. Dus ja, ik heb ook geen idee waar ik was begonnen precies. Dus blijf lekker kijken. Ik ga het uitslopen toch? Uitslopen? Volgens mij was het waar. Oh, spoilers. Spoilers. Dat zijn spoilers. What are you doing? It's a long game. Ik heb zojuist de vorige video afgerond. En nu gaan we naar de Mouwmarkt. Bouwmarkt. We gaan naar de bouwmarkt om onder andere verf uit te kiezen. Want we willen dit een ander kleurtje geven. Onder andere. En het is ook heel slecht geverfd. Kijk, gewoon witte plekken hier doorheen. Dan echt gewoon witte doorheen zien. Ja. En verf voor mijn studio. En we gaan er een volledig nieuwe vloer in leggen. Want ten eerste heb je dit laminaat. En hiernaast heb je een hele andere ineens. En de plinten waren heel slecht gelegd. Overal. Er is overal iets mis met de plinten. Ze zitten los of ze hebben zo'n verbinding. Dit is... Why? Deze zaten gewoon los. Die zijn gewoon weg. Deze waren al weg. Dus wat gaan we doen? We gaan naar de bouwmarkt, we gaan een vloer uitzoeken. We gaan verf uitzoeken. De vloer eruit breken vandaag. Misschien kijken we wat we aan de muren kunnen doen. Want die zijn ook super ruw en lelijk. Dit is de muur. Nee. Mij zit het niet zo dwars, eerlijk gezegd, maar... Het zit mij heel erg dwars. Hier zie je echt een kleur. Maar ja, we gaan de hele vloer eruit slopen. En wanneer de vloer eruit ligt, gaan we ook verven, neem ik aan. En dan de vloer erin. Nieuwe. En dan de plinten opnieuw. Dat is het plan voor nu. Oh. Oh god. Keuzestress. Heel typisch deze kleuren. Maar we zijn dus van plan om een blauw te doen in de woonkamer. En dan in mijn studio iets van een koele roze voor mijn achtergrond. En dan een donkere paars voor mijn achtergrond tijdens het streamen. Alleen moet ik nog een beetje de kleurencombinatie gaan bedenken. Voor een vloer zijn we op zoek naar iets donkers met kleur. En niet al te donker. We dachten eerst aan zwart, maar dat is te donker. En toen dachten we aan grijs, maar dat is te kleurloos. Dus nu zoeken we een beetje een donkerbruinachtig. Oh ja, het moet niet te duur zijn. Dus misschien deze, maar die is toch best wel een beetje grijzig. Maar we hadden net ook... Deze is zo cool. Ik vind deze echt heel mooi. I'm a spaceman. Oké. Nog een klein stukje. En dan de andere kamers nog. En dan de andere kamer, ja. Dit hebben we al met dat. En het is 28 graden. Yay. Het is eigenlijk veel te warm voor me. Het is echt heel warm. Ik sta hier op het balkon deze witte schermen weg te halen. Hier ook. Ze zitten vast met allemaal van die kleine verroeste ijzerdraadjes. Het is heel irritant om steeds los te maken. Maar ik heb er alleen af. Het is alweer de volgende dag en we hebben best wel een stukje verder gewerkt. De hele vloer ligt eruit. En alle laminaat is ook naar de stort gebracht. Geen vloer. Waar is de vloer? Zonder een vloer echoet het ook veel minder. Maar het echoet nog steeds. Jessie wou blauw in de woonkamer en ik wou paars. Dus we zijn het overeengekomen op blauw-paars. Blaars. We noemen het blaars. Ik heb ook allemaal gaatjes zitten vullen hier. Ik moet er hier nog een paar vullen, maar ik heb er al best wel veel. Jessie heeft heel veel moeite gedaan om hier van die enorme dikke bouten weg te krijgen. Oeh, zo'n gat. Oh. Het is nog niet helemaal droog. Het is nog een beetje kneepbaar. Hier zaten ook allemaal gaten in. Heb ik dichtgemaakt. Het gordijn hebben we weggehaald. Want we gaan binnenkort schilderen. Hier is de ondervloer, internet, kabel en de helft van de nieuwe vloer. En we zitten net via het balkon te tillen naar binnen. Wat doe je met de brandmelder? Oh nee! It's gone. Oeh. Ja, nee. Wat? Ik zie bijna geen verschil.
Wij wel. Oké. Oh. Wauw. Yes. Voetstappen weg. Een dikke laag smugje op. Oh nee. Dit is de gang. Deze is best wel dramatisch. Het schilderwerk is in ieder geval heel erg slecht. Oei oei oei. Over de lichtknop is ook 10 keer geschilderd. En deze kapstok is ook erg interessant. Ik weet niet of we deze houden. Ik vind hem wel grappig eigenlijk, eerlijk gezegd. Over dit raampje is ook geverfd en vervolgens een beetje uitgekrast of zo. Dat ga ik ook helemaal weghalen. Deze leuke kroonluchters gaan uit de woonkamer. Die in de hal wil ik bewaren. Want ik vind ze wel leuk. En verder kan ik ook een DIY maken met deze dingetjes. Kan ik vast wel iets mee. We zijn in het weekend hard bezig geweest. We hebben al een aantal dingen geschilderd. Zoals de slaapkamer. Kijk eens eventjes. Hoe strak het er hier uitziet. Wow. We hebben voor de wit geen spierwit gedaan, maar een beetje een meer gelige wit. Dat wat meer natuurlijker is, zeg maar. Fijner voor je ogen ook. Heel mooi. En in de hal is het ook bijna volledig gedaan. Zelfs op het plafond hebben we geschilderd. Dat is echt een rotklus trouwens. Plafond schilderen. Maar kijk. De hal. Zo mooi. Ja, behalve dat plekje dan. Dat plekje is nog niet gedaan. En we hebben hier een andere kroonluchter gehangen, want ik vind deze mooier. Alleen missen er wel een paar van die traanvormige kristalletjes, maar die kan ik nog van de andere afpakken. Heb je die lamp eraf gekregen? Ja, hij heeft een lamp eraf gekregen. Het is vroeg in de ochtend en we hebben net gegeten. Ik zat aan de boom. Wacht, ik heb mijn boba nog niet opgedronken. En waarom zijn jullie zo vroeg? Oh my god, ja. We hebben dus gisteravond een wasmachine besteld van Coolblue. En die komen ze dan de volgende dag leveren. En dat kan dan tussen 8 uur 's ochtends zijn en 10 uur 's avonds of zo. En wij waren om 8:30. En we slapen hier niet. Dus we moesten ook nog met de auto gebracht worden naar het appartement. Komt Coolblue hier aan? Hebben ze de verkeerde wasmachine meegenomen? Sad. Ja, nu komt... Nu zijn we hier lekker vroeg en dan kunnen we lekker gaan verven. Yay. En onze wasmachine komt over een dag of twee. Maakt niet uit, we hebben toch nog niks om te wassen, want we wonen er nog niet. Yeah, pak de verf. Oh, pak ik het even. We gaan nog meer wit schilderen. You got some... on your face. Nope, it's still there. Okay. Yeah, we hebben zojuist het plafond in de studio gedaan. We zien nog een paar aantal vlekjes, maar dat zijn vlekjes die opgedroogd moeten worden. Hopen we. Oh, hier is een deel overgeslagen. Maar dat is dan in 1 plafond gedaan. Op naar de volgende paar. Een volledige woonkamer. Het is ons gelukt. Het hele plafond is geschilderd. En Jesse heeft net met het schuurapparaat de muren zitten schuren. Omdat ze heel erg bollig waren. Dat zijn ze nog steeds eigenlijk. Maar nu zijn ze minder bollig. Goed genoeg. Dan gaan we nu verder met het schilderen van de rest van de witte muren. Ik ga zo beginnen aan het schilderen van mijn studiomuur met deze mooie kleur. Ik heb als eerste hier bovenin tegen het plafond een teken gedaan. En nu doe ik die truc waarbij ik eerst met het wit van het plafond over de tape heen ga. Zodat de lijm wat strakker wordt. Hopelijk. Oh, please werk. Ik heb nog steeds van die kleine gaatjes. Maar dat komt gewoon omdat mijn plafond zo ribbelig is. Het is eindelijk tijd. Let's go. Eerste keer. Beetje kleur. Oh yeah. Het zit al over mijn hand. Oké. Okay. Nou ja. Oh yeah. Gaatjespolitie.
Mag niet. Nee. Weet je, mijn camera ziet meer dan ik. Oh. Oh. Wieuwe. Oh. Er gaat dus weer een film zitten kijken. Jop. Moment van de waarheid. Oh. Mijn kaart, ja. Dat is een scherp lijntje. Het is de volgende dag. En mijn muur ziet er prachtig uit. Zie mijn muur! Op camera lijkt het veel meer paars en in het echt lijkt het weer veel meer roze. Het ligt ook heel erg aan in welk licht je het ziet. Want soms lijkt het gewoon paars en soms lijkt het roze. Ik vind het wel gaaf. De gang is ook geschilderd en ik weet niet of jullie herinneren hoe lelijk het hier was. Maar het is nu gewoon allemaal even wit. En het ziet er al een stuk netter uit. En de kapstok hier, ook gewoon wit. Alles wit. Oké, nu deze kleur erop zit, is het tijd voor de donkere paars. Deze wordt het. En die komt dan op deze muur en de muur tegenover hier. Oh. Oeh. Daar gaan we. Oh. Ja. Wat is zo'n mooie kleur. Tijd om de tape eraf te halen. Really? No. Dit is erg triest. Ze zitten erop. Misschien dat ik er later nog overheen ga, omdat ik kleine plekjes zie. Hier misschien. Maar voor zover zitten de kleuren erop. Roze. Paars. Roze. Paars. Jesse heeft hier al zitten aftapen en alvast het witte hier overheen gedaan. We hebben hier trouwens een nieuwe lamp. Dus hier gaan we zo meteen deze blaars verven. We gaan deze muur erbij nemen. Want we zouden eigenlijk alleen deze en die grote muur doen in het blaars. Maar die muur erbij lijkt als het leukste voor Jessie's stream achtergrond. Dan heb je ook weer een beetje kleurige achtergrond. Maar voordat we aan de kleur beginnen, wil ik een wafel. De deur van mijn studio is letterlijk paars vanwege het licht dat eruit komt. Wafels. Ja. Oh nee jongens, kijk, ik heb een blauwe plek. Haha, zo funny, yeah. Oké, maar even serieus, ik heb serieus twee blauwe plekken op mijn benen. Hier beneden. En dat komt van de trap. Wanneer ik op de trap sta, leun ik met mijn benen tegen de trap erbovenaan, zeg maar. Voor stevigheid. Maar nu doet dat pijn, dus omdat ik daar blauwe plekken heb. We zijn dus bezig met deze blaarse muur. Jesse zit nu allemaal kleine stukjes te fixen. Die zijn overgeslagen. En zodra we daarmee klaar zijn, gaan we het afsluiten voor vandaag. We hebben wel veel gedaan de laatste paar dagen, zeker. Bijna alles is geschilderd. Alleen die muur achter me is nog niet geschilderd. En de keuken moet eigenlijk ook nog geschilderd worden. Dat komt wel op een later moment. Yes! Het begint er al heel cool uit te zien. Maar hey, het ziet er al wel mooi uit. Nou, dat is dan de huisvlog tot nu toe. Ik heb schilderen echt onderschat. Ik had niet verwacht dat het zoveel werk zou zijn. Ik heb al in een paar jaar niet zoveel beweging gehad, volgens mij. Dit is echt een workout. En dan ook dagen achter elkaar. Mijn handen doen pijn. Mijn polsen doen pijn. Mijn voeten doen pijn. Maar het ziet er heel veelbelovend uit. Gaat het helemaal waard zijn. Vond je deze video leuk? Geef dan eventjes een like. Volg me op mijn live kanaal Kittenlife. Ik ga nog steeds, terwijl ik het zo druk heb, om 7:30 elke vrijdag live. Volg me op mijn social media en check mijn merchandise en mijn webshop. Alle links staan in de beschrijving onder deze video. En dan ga ik nu mijn intro opnemen, want dat had ik nog niet gedaan. Doei!